gewoon zo'n statie beginnen. Moet gewoon iedere ruimte, je moet een klein cameraatje in en een temperatuur die alleen jij kan meten. En dan moeten we, ja, en ja, ik had ook al bedacht dat we camera's op het cv-hok zetten, want daar kan je ook de cv plussen. En in elke ruimte, op elke radiator ook een cameraatje. Dat ik hier gewoon een soort control room heb met 25 beelden. En dan ga ik iedereen kapot nazien. Ja, precies. Een cameraatje, maar ook een thermometer. Ja, ja. Een thermometer die... En dan gewoon een scriptje overheen draaien. Dat die gewoon de gemiddelde per dag, weet ik wat, allemaal perfect in kaart brengt. Ja. Energieproblemen, mensen. Kent u dat? Want wij moeten hier ook op... Je hebt een beetje weinig energie vandaag. Ik heb een beetje weinig energie vandaag. Ja, want wij hebben ook last van de energieverhoging. Ja, zeker. Dus dat komt erop neer dat als we dat allemaal doorberekenen... dat we de kosten voor onze ruimte gewoon verdubbeld zijn in een jaar. Inclusief, ja, dat is gewoon, dat is veel. Ja, maar het probleem is natuurlijk dat de kosten van de mensen thuis, die zijn ook verdubbeld in heel veel opzichten. En die gaan daarom natuurlijk juist weer minder doneren. Ook dat, maar kijk, wij hebben natuurlijk ook thuiskosten. Dus wij eigenlijk moeten de mensen dubbel doneren. Ja, maar dat geld hebben ze dus niet. Ja. Dus, nou ja, als u wel geld heeft en u wil dat laten zien. Aan ons? Ja, gewoon hoe cool u wel niet bent. Zit ik niet kans. Tegen de rand van het dingetje? Nee. Nee. Dus ik heb ook die vrolijke gordijntjes weggehaald hierachter. Ja, die kosten weet ik hoeveel energie. Ja, en die stalen kosten ook energie natuurlijk. Die heb ik verbrand. Die heb ik opgebrand. Ah, okay, dan werd het hier heerlijk warm. Zo. Ik ben helemaal voor. Ja, ik stook nu niet meer 's nachts. Vroeger dan stookte ik altijd gewoon 's nachts door. Want dan, als ik naar de wc moest, vond ik het gewoon fijn als het een beetje warm was. Ja. Dus dat doe ik nu niet meer. Maar dan is het 's ochtends best wel koud al. Om een boot en zo, water. Dus 's ochtends dan zet ik en mijn airconditioning aan op verwarmen. En ik doe mijn warmtepanelen aan. En ik doe ik begin een groot vuur in de houtkachel. En dan ga ik weer in bed liggen tot het warm is. En dan sta ik op en dan zet ik natuurlijk die elektrische dingen zet ik uit. Maar zet je het op 0 of zet je het op 10? Want jij zit natuurlijk onder de waterlijn. Wat is 0 en wat is 10? Dan zet je je thermostaat op 0. Of zet je je thermostaat op 10? Nee, je zet uit. Ik zet hem gewoon uit. Ik zet hem op standby. Het doet niks. Niks, ja. Niks. En het enige wat hij volgens mij doet is zorgen dat... maar ik weet niet hoe hij dat weet, maar dat de pijpleidingen zo niet bevriezen. Maar hoe kan hij dat nou weten? Hij ligt gewoon ergens in de kamer. Hij zit niet eens vast aan een muur. Hij ligt steeds op een andere plek. Hoe weet hij nou waar de pijpleidingen, waar de leidingen in het huis en mijn boot binnenkomen? Ja, ja, misschien is het een slimme meter. Ja, niet zo slim. Nee. Niet zo slim. Nou, maar dit is wat is er verder nog gebeurd in de wereld? Want dit is natuurlijk gewoon... Nou, het gaat nog veel kouder worden, want de Nord Stream is geëxplodeerd. Ja, zomaar spontaan, hè? Spontane ontbranding. Ja. Kunnen we daar niet een vlammetje bij houden? Ja. Maar het is ook methaan. Dus je schijnt daar boven niet meer te kunnen zwemmen ook, hè? Dan zak je meteen weg, omdat er dat gas eronder... De densiteit of de... Ja, zoiets. En het schijnt ook echt nog vervuilender qua CO2-emissies te zijn dan afvakkelen. Ja, dat zou kunnen. Ja, las ik ergens. Dus dat is waar, zeker. Dat we wel vanuit moeten gaan. We hebben voer voor complottheorieën. Ja, wie heeft het gedaan dan? Ik denk Oekraïne zelf. Oekraïne? Ja. Of China? Ik denk Amerika. En ik denk dat we in deze overweging moeten we wel Oekraïne en Amerika moeten gelijkstellen. Die hebben exact hetzelfde belang eigenlijk. Ja. China is natuurlijk een onbekend. Ik weet niet precies wat de belangen van China zouden zijn. Ja, ze kunnen het door Oeigoeren laten doen en hopen dat die verdrinken. Die zwemmen daar. Nee, ik zeg Amerika. Sowieso Biden heeft gezegd dat hij die stream zou verdwijnen als die oorlog begon. Nou, die oorlog is wel begonnen. Daar kunnen we denken over. Sterker nog, die is misschien wel bijna afgelopen. Denk ik niet echt, mensen. Ik denk dat nog wel even doorgaat. Maar, als Poetin dit had gedaan. Ken je dat grapje van Jimmy Carr? Zo van,
Ja, van die mensen die hun eigen vrouw slaan, dat snap ik niet. Het is jouw vrouw. It's like keying your own car. Ik bedoel, Poetin heeft niet nodig dat die leidingstuk is. Die kan gewoon de boel uitzetten. Ja. En maar sowieso goed, begint hij dus waarschijnlijk te knijpen. Dus stel dat er als er plotseling vanuit het Westen zoiets is van oké, je mag gewoon die provincies hebben, dat doen we nu weer normaal. Dan wil je zo snel mogelijk dat ding weer aanzetten. Ja. Als we even stil zijn, dat kaarsje maakt een heel erg raar geluid. Dus dat is wat je hoort. Ja. Dat is de energie, denk ik. Nee, maar het is een feature. Het was een knetterkaars. Een knetterkaars. Ja. Oh. Nee, maar als Rusland dat zou gedaan hebben, dan zou dat zijn om te laten zien van jongens, waar zijn we allemaal toe in staat? Ja, precies. Een beetje als die rappers die gewoon geld uit een auto smijten. Of zo. Ja. Of zo van, joh. Of zeg maar, van die kleine jongetjes die 3 pakjes peuk op een dag wegroken, omdat ze denken dat meisjes dat stoer vinden en zo. Ja, zo van, gas. Oh ja, maar steek gewoon hier, gewoon bam. In Amsterdam. Pijpleiding aanleggen. We leggen gewoon 10 nieuwe aan als we willen. Zoiets. Ja, gewoon stoer doen. Rusland is aan het stoer doen. En steekt gewoon zijn eigen shit in de kapot. Ja, het zou kunnen. Ja, over rokende kinderen. Even zijn dingetje. De Amsterdamse kinderen worden verslaafd gemaakt aan Zweedse pruimtebak. Nee, dat is geen pruimtebak. Of snus of zo. Ja, dat zijn zakjes. Ja, zo'n zakje. Om ze dan afhankelijk te maken en dan langzamerhand voor zich te laten werken. Ja, maar je moet ervan uitgaan dat het gelul is. Want de burgemeester werd daar gisteren naar gevraagd in de commissie. Ja? En die zei, nee, dat kan ik niet kwantificeren. Dit is een verhaal wat wel eens is gehoord. Ja, maar dat is hetzelfde. Vroeger ging dat misschien met sigaretten. Ja. En met heroïne. Hé, hey, jongetje. Ja, goede tijd dat je gewoon lekker nog heroïne kon spuiten als je jong was. Het is trouwens, het zijn oude tijden herleven. Want bij mij in de Jordaan werd er gewoon tegenover mij, gewoon op straat, niet eens in een portiekje, werd er gewoon ouderwets gechineesd op straat. Wauw. 3 mannen. Kun je een beschrijving geven van die mannen? Jawel. Hadden ze een kleur? Nee, laten we zeggen dat het waren 3 mannen dat alle kleurtjes wel vertegenwoordigd waren. Oké. Spraken ze Noors? Ik heb niet met ze gesproken. Schots? Volgens mij... Ik hadden ze een slecht gebit? Ik... Je bent fotograaf, je moet oog hebben voor detail. Dan had ik ze aan het lachen moeten maken. En dat het zover is niet gekomen. Als je een beetje Chinees bent, dan lach je toch wel vanzelf. Ja, nee, maar ik... Daar doen ze het voor. Ik ben niet echt bij ze gaan staan. Ik dacht, dat is wel... Nee, is het ook. Een beetje doorvragen. Old school. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb dat ook heel lang niet meer gezien. Het enige beeld, zo'n beetje wat in mijn hoofd komt, is Hoogkaterijnen vroeger. Ja, en de zeeduiken. Een beetje Molukkers, denk ik. Dat is een beetje zo. Surinamers in de zeedijk. Ja, dat is voor mijn tijd. Ja, dat is ook voor... Het was wel mijn tijd, dus ik heb het in het nieuws gezien. Ik liep zelf niet op de zeedijk. En dan wil ik het ook nog even hebben, want dat gas is klaar. En dan kunnen we speculeren, komen we toch nooit achter. En, ja, ik heb er verder ook niks over het gas. Nee. De vergelijking tussen die nieuwe Italiaanse premier en Mussolini. Dat werd steeds in één zin... werd de hele tijd gezegd van de eerste extreemrechtse premier sinds Mussolini. Sinds Mussolini. Ja. Waarom toch altijd dat geframe? We hebben een keer een sterke vrouw. Of we, ze. Ja. Maar dat is dan weer niet het soort van... Het is dan weer geen Kaag. Ja. Ja, ik weet het wel, natuurlijk. Ja? Want ze wil allemaal dingen die niet mogen van het WEF. Dus ze maar waarom dus dingen niet? Nou ja, ze is voor het gezin. Hè? Dus ze is niet, ze is niet ervoor dat je zelf beslist wat voor geslacht je hebt. Of dat je, weet ik veel wat, dat je kinderen hormonale ontwikkeling eerst maar even 20 jaar Maar als ik dit van tevoren had geweten, dan had ik ook die, was ik er helemaal niet over begonnen. Ik dacht dat ze gewoon
Wat denk jij trouwens? Denk jij dat zij er goed uitziet voor de leeftijd? Of denk jij van dat ze van niet? Nee, ja. Niet gaan kijken hoe oud ze is. Nee. Hoe oud denk je dat ze is? Laten we het zo zeggen. Nee, maar ik had daar ook inderdaad iets over. Ik denk dat ze... het hangt er vanaf welke krant je bekijkt. Ja, kijk. Want ik heb hier een fotootje. Dat kunnen de kijkers thuis dan niet zien. Dat was toch niet eens de knak, ja. De knak. Gewoon hetzelfde bestand, maar dan wordt bij de ene foto wordt het contrast wat aangezet en de scherpte wat hoger, dat je alle poriën wat meer ziet en dat het er zelfs pukkelig uitziet, alsof ze stront in de mondhoeken heeft. Ja. En hier ook een leuke foto en een tekening in het NRC. Dus zo, hier kwam een artikel bij die foei lelijke tekening. Ja. Wie heeft dat getekend? Ja. Je moet wel shame hoor, dit soort... Ja, en die is er voor betaald gekregen. Dat neem ik aan, ja. Dit soort bulswerk extra betaald. Hoe oud denk je dat ze is? Ik denk dat ze 55 is. 50? Of ben... Ja, oh, ik ga hier natuurlijk helemaal nat nu. Ja, zeker. Dus ze is 33. Nee, ook niet. Dan zal ze 45 zijn. 44. Dat is van 77. Dat is precies even oud als ik. Maar ik vind het niet zo erg. Ik dacht dat ze een jaar of 50 zou zijn ook. Ja, maar ik vind het eigenlijk best... maar we hoeven er niet te beoordelen op haar uiterlijk. Helemaal niet, maar ik was er toevallig mee bezig. We moeten er beoordelen op de achternaam, op de Maloney. Op één foto lekt namelijk heel erg op de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in de Raad. Lian, ik ben de achternaam kwijt. Dus ik zat al helemaal zo met twee fotootjes naast elkaar en dan zo... Jan was volgens mij in mijn beleving een jaartje of 30, maar zag er gewoon slecht uit. Ouder in ieder geval. En bij haar dacht ik, ja, die jaar of 50, maar die ziet er dan... En dan zien ze gewoon precies even oud uit, is leuk. Ja. En die bleek, zij zijn 36, zijn ander 44. En dat, ja. Ja. Gewoon helemaal niet aan het... Ik ben inmiddels zo oud dat tegenwoordig iedereen die ik zie is jonger dan ik. Dus dat is behalve als ik naar mijn ouders ga. Ik dacht al, hoe zit dat dan? Mijn ouders zijn de laatste tijd een stuk jonger geworden. Ja. Maar zij doet dus dingen die niet mogen van het WEF. Ja, dat wist ik helemaal. Als ik dat had geweten... Nee, dat... Zij is conservatief. En ze is katholiek. Houdt gewoon van, ja, en ze zegt gewoon dingen zoals ze zijn en zoals mensen dat snappen, zeker op het platteland. Maar ze ging dan wel weer zo heel erg schreeuwen. En dat vind ik wel mooi, maar dan geef je... Dat is wel voer voor mensen die je met Mussolini willen vergelijken. Ja, niet? Ja, ik weet het niet. Ik heb geen idee. Ik moet zeggen, kijk, het is gewoon natuurlijk... Gewoon alles wat ze doet is verdacht. Voor zeg maar de jettenoïden van deze samenleving. Gewoon van die... Ja. Zij is gewoon ouderwets, zeg maar. Weet je wat, voor je het weet is ze ook niet nog tegen een energietransitie bijvoorbeeld. Ja. Of vindt ze dat je een beetje normaal moet doen met geld uitgeven en niet al te veel meer uitgeven dan wat er binnenkomt en weet ik veel wat allemaal. Weet je wat, dit is even zo gevaarlijk. Voor het weet zegt ze gewoon dat je misschien 4-jarige kinderen niet moet vragen wat voor gender ze zijn. En zo. Ja, alles gaat op de helling dan. Ja, blijft niks over van de toekomst. Dat ze misschien gaat invoeren dat je misschien eerst een psychologische test moet ondergaan voordat je... een ingrijpende geslachts- en hormoonverandering gaat doen. Ja. Voordat je 18 bent. Ja, wel bedoel je. Ja. 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 Nee, stel je voor. Dat moeten we niet willen. Nee, dus dat is gewoon... Dit maakt alles stuk natuurlijk. En de NOS... Waar zo lang voor gestreden is door de koene strijders van D66. Mensen die nog nooit een schroevendraaier van erbij hebben gezien. Laat staan dat er iets denkbaar is waarvan je denkt... daar heb ik een D66er voor nodig. Gewoon die even de... toekomst gaan uitstippelen. En is daar in één keer een mevrouw en die weet ik veel wat. Die kan gewoon shit. Ja, en de NOS zei al... Italië koerst af op een vrouwelijke premier. Een comma. Maar niet alle vrouwen zijn daar blij mee. Alsof alle mannen blij zijn met Rutte. Ik bedoel... Nee, ja. Of met welke mannelijke premier het dan was geworden. Ja. Nee, maar alle mannen... Nee, kijk, dit gaat puur op geslacht, hè? Dus dan zou je eigenlijk alle een beetje aseksuele / kast homofiele mannen zouden dan blij moeten zijn met Rutte. Dat zou best kunnen. Ja.
Ja, hij kreeg dan ook weer zo'n lof hoe hij een interview met Frank Kokkelman. Nee, hoe heet die, Fran? Kokkelman. Sven. Sven. Ja. Ik heb hem niet gezien, maar stukjes. Maar ja, en dat hij dan toch, ja, dat doet hij dan toch weer. Ja, het is gewoon een professional. Ja. Hij kan hartstikke goed interviews ondergaan, maar kan hij regeren en kan hij het land behoeden van een soort shitty ondergang? Dat is duidelijk. Het is gewoon een man zonder visie. Dat is natuurlijk de reden dat we het beleid hebben wat we hebben. Dit is, kijk, al die plotmensen, ze kijken dan natuurlijk op de website van het WEF en die denken van, hé, dat is toevallig, dat is precies wat er in Nederland gebeurt. Zouden ze echt zelf wel eens op het WEF-website hebben gekeken? Wie? De complotmensen. Jawel. Ja? Ja, die zitten er wel bij. Nee, ze kijken vooral natuurlijk YouTube-filmpjes erover. Maar, ja. Maar op zich, zeg maar, gewoon wat er aan doelstellingen staat, dat is natuurlijk één op één Nederlands beleid. Maar we worden ook geregeerd door mensen die geen enkele eigen ideeën over dingen hebben. Die eigenlijk geen moraal op nahouden. Die niet weten wat ze met de dingen aan moeten. Rutte is gewoon iemand die kan een beetje hier en daar olie in de machine gooien en dan blijft hij lopen. Maar waar de machine heen moet, geen idee. Nee. Geen idee. Dat is het erge. We krijgen straks verkiezingen. Natuurlijk. Ik bedoel, dit kabinet gaat het vast niet. Ja, als het 4 jaar doorgaat. Ja, je weet het niet. De peilingen zijn wel doodeng natuurlijk. Maar hoe dan ook. Hij heeft aangegeven dat hij op de helft is nu. Ja, oké. Okay, maar dat ja. Ja, je weet niet of die man grapjes maakt. Die man maakt nooit stel, grapjes. Er komen over een jaar nieuwe verkiezingen. Ja. Gewoon dat Nederlandse volk. Wat gaan die doen dan? Die gaan gewoon weer allemaal VVD stemmen. En dan krijgen we weer D66 erbij. En dan gaat gewoon weer D66-beleid door. En D66-beleid, nou ja, D66, dat moet je ze nagaan. Nee, ze zijn wel consequent. Ze willen wel precies hetzelfde als wat zeg maar. Nee, maar één ding weten we zeker, VVD en D66 krijgen samen geen 75 zetels. Nee, natuurlijk, er komt nog wat een andere grut bij. Maar dat is zo versplinterd. Ik denk dat we gewoon echt de komende jaren onregeerbaar blijven. Nee, maar jij zegt dat de VVD en D66 zo klein zijn. En dat zijn ze in de peilingen. Maar de peilingen zeggen niks. Nee, gewoon dat is waar. Gewoon ook de helft van de mensen die nu kijkt, dan denk je, ik ga toch naar VVD stemmen. Ja, Rutte heeft ook eigenlijk best wel. Ja, ik ken dat gezicht onderhand wel op tv. Ja. Hij doet die interviews zo leuk. Weet tenminste we weten tenminste wel wat we aan hem hebben. Nee, we hebben niks aan hem. Dat is het probleem. Hij verkoopt ons. Aan wie eigenlijk? Aan de Russen? Nee. Nee, kijk, op zijn manier doet hij natuurlijk ook gewoon wat hij denkt dat het beste is. Ik denk niet dat het een amoreel mens is, maar... Nee, maar hij heeft... En misschien is het ook nog wel, wat hij doet, is misschien ook nog wel het best. Maar het is niet wat het volk wil. En we zijn natuurlijk wel een democratie. Democratie is niet voor het beste beleid. Democratie is voor het beleid waar we allemaal een beetje mee kunnen leven. Ja. En dat is niet wat er gaande is. Nee. En ondertussen was gisteren geloof ik in de Kamer een debat over de omgangsvormen in de Kamer. En daar zakt dan mijn broek ook voor af dat we daar dan allemaal, dat ze daar dan allemaal tijd aan moeten gaan uitgaan. Ja, en dan gaat het omdat een vormer een keer iets naars heeft gezegd, waarop Gundogan weer gaat zeggen dat zij eronder geleden heeft. En dan iedereen boos en iedereen. En dan ondertussen, en dan ook nog... De big is dat trouwens. Wie? Gundogan. Ja. En dan, nou, dat debatje is mijn dingetje. En dan ondertussen wordt, 2 jaar na dato, wordt Ariep opeens beschuldigd van dat ze een soort Gundogan zou zijn. Ja. Anoniem natuurlijk. Ja. En waarom zou dat zijn? Ik denk twee redenen. Ik denk en dat zij inderdaad gewoon is zoals je wil dat een bestuurder is. Ja. Gewoon goed knopen kan doorhakken. En als mensen niet hard genoeg rennen, dan vertelt ze je dat. Ja. Nou, dan moet je bij ambtenaren doen. dat gaat nooit leuk uitpakken. En dus daar zit gewoon haat en nijd. Kijk, tegenwoordig gewoon iedere... Kijk, er wordt niet meer van werkgevers verwacht dat ze een veilige werkplek creëren. Ja, het moet een werkplek zijn waar mensen zich veilig voelen. Snap je? Ja, nee. Nou, dat is heel wat anders, zeg maar. Of het hier veilig is voor mij, ja, daar kun je nog wel wat voor zorgen. Je kunt zorgen dat er geen rotsblokken uit het plafond vallen en zo. Ja. Maar of ik me hier veilig voel, ja, dat zit toch wel heel erg in mijn hoofd.
En dat is natuurlijk ook bij zo'n... Een leuk broekje heb je aan vandaag. Ja, dank je. Maar dat is wel, dat is zo'n, ja, weet je, er zijn een paar van die wijven daar. En die, meestal zijn natuurlijk vrouwen die elkaar de les lezen. En die hebben natuurlijk een paar keer de wind van voren gehad van Ariep. En die hebben thuis natuurlijk tranen met tuiten moeten huilen. Want die hebben al 30 jaar lopen ze daar rond en nog nooit heeft er iemand iets tegen ze durven zeggen. Ja. Dus die zullen er wel zijn. En er is sowieso, en waarschijnlijk is er zelfs nog wel echt wel nog wel iets meer aan de hand dan dat. Want, want Bosma, die heeft natuurlijk voorgestemd, hè? Ja. Voor dat onderzoek. Ja. Nou, Bosma is natuurlijk niet een man die ja, maar die misschien omdat hij voor open dinges is. Ik weet niet, ik wist niet dat er voor dat onderzoek gestemd moest worden trouwens. Nou ja, het presidium heeft er unaniem voor gekozen. Dus dat betekent dat er, nou ja, zijn met de achten, dat er zo ja, maar ja, zijn als allemaal je, voor. Als je brieven hebt, dan kan je dat moeilijk negeren. Dat snap ik ook wel. Maar maar haar partijgenoot, ik weet niet, ik ben zijn naam even kwijt, gelukkig, godzijdank. Ja, die zei ook wel, ja, wat in de brief stond was dermate ernstig, daar moet wel een onderzoek naar komen. Dus ook niet, ja, nou ja, goed. Maar ik las nog dat soort bezwaren zijn zeer ongebruikelijk om dat na 2 jaar nadat de functie is gedaan te doen. Omdat, ja, meestal is het na 1,5 jaar of 2 jaar ook verjaard dat je ze maar kan klagen. Ja. Maar één klager zei ook... dat hij door wat er in het verleden was gebeurd... wilde voorkomen dat ze een nieuwe voorzitterfunctie... bij een of andere commissiedingetje kreeg. Maar daar zijn die klachten helemaal niet voor. Die klachten zijn voor iets wat je doet of net gedaan hebt... en niet voor iets wat je wil gaan doen. Want dan zijn er nog... Je kan nog niet klagen over iets wat nog moet gaan komen. Nee. En dat is het scheve aan dit hele verhaal. Het is het soort politiek blokkeren van iets wat ze wil. Tuurlijk. En het is ook gewoon politiek dat onderzoek nu moet komen. Kijk, want je zegt van ja, als er zo'n brief is, dan moet je daar wat mee. Daar geloof ik geen zak van. Nee. Nee, ik denk als het weet ik veel wat, als het over, over Rob Jetten zou gaan, dan hoeft daar helemaal niks mee. Ja. Is er iets over Rob Jetten? Is er nog iets gebeurd met Rob Jetten? Het is gewoon overal gewoon diepe afschuw van de man. Ja, hij heeft een rapport laten maken over of kernenergie een zinvolle bijdrage geeft aan de Nederlandse energieproblematiek. Oh. En? Ja, uiteraard. Oh. Dus dat is natuurlijk niet de uitkomst die hij had gehoopt van het rapport. Ja, dat is sowieso, dat is gewoon, je weet... Kijk, die man die zei letterlijk... Ja, hoe je met kernenergie een huis zou verwarmen, ik zou dat niet weten. Ja. Nee, dan denk je dat windmolens doen, warme lucht naar binnen blazen of zo. Maar hoe dan ook, die man, die wil geen kernenergie. Dat weet je gewoon, die is nu de minister. We hebben nu een kabinet wat dan in het verkiezingsprogramma heeft gezegd... we gaan twee kerncentrales bouwen. Je weet gewoon, zelfs als ze de rit uitzitten... dat de planning niet klaar zal zijn over 4 jaar. Ja. Er gaat geen schop de grond in, dat weet je gewoon. Waar moet je plutonium eigenlijk kopen? Rusland toch ook? Ja, maar ik denk niet alleen Rusland. Hmm. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet wel dat vroeger om titanium te maken, de grondstoffen daarvoor, die kon je alleen in Rusland krijgen. Hmm. En de Amerikanen hadden dat nodig voor die supersonische vliegtuigen van ze. In de jaren 60. Dus die moesten dat dan in Rusland zien te krijgen. En dan kregen ze bijvoorbeeld... echt van die hele loesje regimes in Afrika... die dan banden hadden met Moskou, gingen dan omkopen. En die verzonnen dan iets waar ze dat voor nodig hadden. En daar wilde Moskou het wel aan leveren. En dan ging dat allemaal naar Amerika. Al die spionagetoestellen van Amerika... die zijn daar grotendeels uit gebouwd. Over die gasleidingen. Een Amerikaans schip vol met schaliegas doet nu 200 miljoen. En dat koopt Europa dus in. De jackpot gewonnen. Die hebben echt de jackpot. Dus het is ook nog een keertje allemaal in hun... Echt, het is een soort... Ja. Heb je dat fragmentje van Condoleezza Rice gezien? Nee. Nou, die zet dat gewoon eventjes zo uiteen. Die zegt van ja, we proberen als Amerika al jaren om Europa ervan te doordringen. Dat ze niet afhankelijk moeten worden van Russisch gas. En dat ze veel beter bij ons gas kunnen kopen. En dat, die oorlog in Oekraïne, die helpt er wel natuurlijk om dat een beetje
inzichtelijk te maken voor ze. Ja. Nou, dat is inderdaad wel zo. Je zou bijna misschien denken dat het daarom die oorlog daar is. Zou het echt? Zouden de Amerikanen, naar wie we altijd zo... Zouden de Russen dan toch de good boys zijn? Die de Oekraïne van de nazi's wil bevrijden? Nee, dat is natuurlijk niet zo. Oh. Het zijn allebei gewoon bad boys. Aha. En China is ook een bad boy? Absoluut. Oh, maar wie zijn dan de good boys? Zijn er niet. Dat zijn gewoon mensen die gewoon... Bolsonaro, is thuis, dat geen good boy? Thuis zitten en geen tv kijken en zich van niemand wat aantrekken en gewoon hun eigen gang gaan. Dat zijn de good boys. Maar ja, daar heb je ook niks aan. Die veranderen niks. Ja. Nee, kijk, Amerikanen zijn natuurlijk gewoon... Ja, daar hebben we het gewoon het meest mee gemeen. Dus cultureel kunnen we daar het beste maar aan die kant staan. Ja. Maar het is wel... Het is niet, ja... Kijk, van alle mogelijkheden voor de wereldmacht is Amerika misschien wel de beste mogelijkheid, maar heb je trouwens, het is niet heel fijn allemaal. Kamala Harris gezien? Kamala. Kamala. Die is op bezoek in Zuid-Korea. Oh. En die, het is echt een ex-blower, hè? Ze praat echt af en toe. Die komt eraan op een vliegveld en die roemt de banden met de Noord-Koreaanse Republiek die ze van oudsher al zo jarenlang hebben. Noord-Korea. En die, dat zegt ze. Oh, die Amerika heeft. Die Amerika heeft. Oh ja. En ze hoort niet eens, meestal maak je een foutje en corrigeer je dat. Nee, ja, ze gaat gewoon door. Oh, wat grappig. Het was gistermiddag of gisteravond zag ik dat langskomen. Ja, maar ze begon ook zo, weet je, ze heeft dan zo'n zware stem. Echt zoals een blower van... Ja, weet je, ik vind het heel fijn om hier te zijn. En ja, we hebben gewoon hele goede banden met Noord-Korea. Zo praat ze. Moet maar kijken, staat op het vliegveld. Ja. Het komt overal voorbij, Twitter, YouTube, zag het overal. Oh, wat grappig. Ik heb wel, ik heb nog een nieuw dingetje. Hey. Over Biden die dement is. Ja, die is... Hey, dat is een bruggetje. Maar die is... Ik denk steeds als ik weer dingetjes zie van, dit is toch al oud, dit heb ik toch al gezien, maar het is altijd weer nieuw. Ja, nou, er is, je had in het begin van de week namelijk natuurlijk dat hij de uitgang van het podium niet kon vinden. Ja. Maar nu was hij ergens en daar vroeg hij zich toch af waar die ene gast is waar hij altijd zo goed mee kon vinden, die er altijd was, Jackie. Ja. Jackie Walorski. Die is een half jaar dood. Maar dat is ook wel interessant, want die is net zo'n periode dood. Die als je dement bent, dan is dat er niet meer bijgezet, zeg maar. Ja. Demente mensen weten nog wel wie er allemaal dood gingen toen ze een jaar of 30 waren. Ja. En dan ook dus niet alleen als 2 maanden dood. En dan gaat hij ook gewoon echt hard op vragen. Zo van, hé, maar waar is Jackie dan? En, ja. Zo naar de zaal ook, volgens mij. Ja. Jackie, waar zijn zoekers of zoiets? Ja. Ja, maar dat van het podium, ik zag hem ook ergens in een soort kantoor dat die 2 mensen zeiden, kom maar, Mr. President. En dan liep hij de andere kant op, achter een pilaar. Toen liep hij dood. Ja. En toen ging hij daar maar wat handjes geven. Ja. Ja, en dan altijd met die 2 knuisjes een beetje zo, alsof hij een rollator vasthoudt. Ja, dat is natuurlijk van de amfetamines, denk ik. Ja. Maar het is ook echt dat dementen verdwaald zijn, want het is namelijk, hij is niet vergeten waar hij heen moet. Hij is vergeten dat hij vergeten is waar hij heen moet. Of dat hij ergens heen moet. Hij is vergeten waar hij is. Hij is alles vergeten. Ja. Hij weet niet wie hij is. Hij weet niet waar hij is. Hij wordt gedrild van, je gaat daar staan en gaat dat zeggen. Ja. En daarna is het blanco. Ja, dan is het op. Dan is het op. En dat wordt steeds korter, lijkt het wel. Ja, het is... Als het niet zo raar was... Dan was het super interessant. Was het grappig. Het is ook wel weer de schuld van Trump natuurlijk. Als Trump er niet voor president was geweest, had niemand dit geaccepteerd. Dat is, zo had ik het nog niet eens gezien. Ja. Nou, het is niet letterlijk de schuld van Trump. Maar alles is de schuld van Trump. En Trump had ook gelijk dat hij zei dat Duitsland zichzelf veel te afhankelijk maakt van Russisch gas. Ja. En alle Duitsers een beetje besmurkt lachen. Ja. En hij is erin geluisterd door de FBI en de mainstream media. Dat is ook gewoon gebeurd. Het is allemaal gebeurd. Hoe gaat het met Hunter Biden? Heb jij nog geboden op die schilderij van hem? Ik heb nergens kunnen vinden wat ze hebben opgebracht, hoe de veiling is gegaan, of er iets is verkocht. Ik zag Hunter Biden laatst van een soort stenen glijbaan in een zwembad gaan. En toen ging hij in de keuken twerken met kleren aan.
Oh ja, maar kon je zijn lul zien of niet? Nee, die was geblurred. Oh, serieus? Ja. Hij was wel naakt. Ja. Oh, oké, waar kwam dit dan vandaan? Ja, zijn cloud? Heb je weer zijn laptop laten repareren? Geen idee, ik heb me er niet in verdiept. Het kwam gewoon, ik ben geen journalist, hè? Nee. Zou ik toch denken. Nee, dat moeten mensen vooral niet vergeten. Dat we geen journalist zijn? Nee, echt niet. Gewoon. Jij hebt best nog wel veel op je lijstje. Zeker. Kom dan maar door. Ik heb nog veel noten op mijn zang. Ja. Dan moet ik even mijn lijstje weer tevoorschijn halen. Dus even kijken. Ik heb nog een dingetje en ik was te... Oh, ik wist niet dat je hier submapjes in kon maken. Dat ging per ongeluk. Dus die heb ik dat. Oké. Okay. Wereldkampioen Niemann. Die wordt... Dat is een Nederlander. Wat is Niemann? Of is het geen Nederlander? In ieder geval, die wordt openlijk beticht van vals spelen. Met welke sport hebben we het nu? Schaken. Schaken? Ja. Maar die was dat met die anaalballetjes? Wellicht. Ja? Maar ze weten het niet. Nee, maar dat was geen Nederlander, toch? Hans Niemann. Volgens mij is dat geen Nederlander. Oh, nee. Het is een Amerikaan. Maar dat maakt voor het verhaal niet uit. Nee, ik dacht eerst dat het een nieuwslezer was. En je hebt een oud-Nederlands voetballer, Arthur Niemann, misschien was je... En hij heeft al inderdaad kennelijk al toegegeven dat hij wel eens heeft vals gespeeld. Maar nu gaat het erom, misschien heeft hij wel veel vaker vals gespeeld. Maar het is ook heel raar natuurlijk, gewoon als je ooit hebt vals gespeeld, wat doe je dan nog op een toernooi? Ja. Nou ja, je kan één keer doping hebben gebruikt, dan word je betrapt en dan moet je een jaar, mag je niet meedoen of langer. Nee, dan moet je minimaal kanker hebben in de tussentijd. Ja, precies. Maar hij is niet eens betrapt, hij heeft het gewoon toegegeven, zegt hij. Nee, ja, er was iets met een online platform waar het wel opvallend was of zo. Ja. Maar ook daar, online. Online. Hoe ziet vals spelen er met schaken uit dan? Nou ja, online is, kijk, dan spelen wij online tegen elkaar, maar dan kan ik er gewoon een database en een computer naast hebben. Dat ik gewoon... Precies, dus dat iemand, die heeft gewoon een machine en die doet dan de zet van de tegenstander en die ziet dan op de machine wat het beste... Ja. Want die kunstmatige intelligentie is tegenwoordig beter dan... Ja. En hij kan dus ook een metgezel hebben die dan... Die beter kan schaken dan hij, die zoiets heeft van... maar ik wil niet daar aan tafel zitten, ik kom lekker thuis. Ja, en die geeft dan signaaltjes, die doet dan E1 met trilsignalen via die anaalballetjes in zijn reet. Ja, precies. Nee, maar dat hij een accomplished persoon heeft, dat snap ik. Ja. Maar ik snap niet, ja, inderdaad. Oké, dat is dus de computer. Ja. Ja, dat is je hebt natuurlijk... We leven in een tijd waarin de overheid eigenlijk heel veel doet. Hè? En dat is ook best wel logisch, want het is allemaal steeds complexer en zo. En de techniek kan steeds meer. En dan heb je dus natuurlijk ambtenaren. Die moeten dan dus al die plannen van de politie uitvoeren. Nou, uitvoeren zijn, dingen doen zijn ambtenaren niet heel notoor goed in. Nee. En inefficiëntie bij de overheid is altijd veel groter dan in het bedrijfsleven en zo. Maar je hebt natuurlijk nu ook... De opkomst van kunstmatige intelligentie, die wordt gewoon steeds beter. Dus daar ligt natuurlijk op een gegeven moment, dan is iedereen zoiets, oké, de overheid. Oh, Jezus, wat is die bureaucratie erg en wat is het groot. En dan gaan er dingen geautomatiseerd worden. En op een gegeven moment, dan is het dus reuze efficiënt. Dan zijn er gewoon algoritmes en zo. Algoritmes? Dan zijn algoritmes? Ja. Ik vind het altijd al zo moeilijk, dat woord. Dan zit je maar nog kapot te maken. Nee, maar ik vind het juist zo'n goede vondst van je. Ja. Nou ja, fijn. Schat, waar zijn de algoritmes? Waar zijn algoritmes? Ja, zie je, je kunt het zelf niet eens gewoon goed krijgen. Maar, moet gewoon oefenen. Nou ja, als het zo hoeft, ik laat het wel zitten. Maar... Nee, maar je hebt gelijk. Je kan gewoon in de computer tegenwoordig ingeven van... Ik wil een leuk beeld met berg op de achtergrond en een astronaut in een bloemenveld... Bam, krijg je 6 opties. Ik vind dat de mooiste. High-res, prachtig. Ja, of dat had ik volgens mij naar jou gestuurd. Stairway to Heaven. Ja. Met een soort videoclip erbij van geschilderde. Je zegt gewoon van, ja, ik wil zus en zo. Een beetje die stijl schilderijen. En dan, dit is de tekst. Hup, voor je erin. En dat was mooi. Ja. Heel trippy. Ja. Dus daar gaan we heen, mensen. We worden straks allemaal reuze efficiënt geregeerd door computers. Oké.
kan je het schermpje eigenlijk nog wel zien door die, dat ding wat ervoor hangt, ja? Ja. Oké. Ja. En eens even kijken hoor, wat ik nog meer heb, sorry. Ja. Riep hebben we ook gehaald. 15 doden in Amsterdam in 2021. That's all? Ja. Nee, doodgemaakt. Oh, doodgemaakt. Tot doodgemaakt. Ja. Ja. Door het criminele circuit tot doodgemaakt. Nou, ik weet niet eens of per se crimineel circuit is. Volgens mij zijn dit ook gewoon gasten die een wijf zat zijn en zo. Oh, ja. Ik moet zeggen, als dit je oplossing daarvoor is, grote kans dat je natuurlijk wel in dat circuit ergens zit. Ja. Je kunt tenslotte ook gewoon scheiden. Precies. Tegen haar weggaan. Ja, maar ja. Hoewel ik me wel kan voorstellen dat je... Waar gaat niet om van me te scheiden, hoor? Nou ja, dat je zo'n schoonfamilie hebt en zo. Dat je helemaal in zo'n sociaal netwerk hebt waarin dat kun je echt niet maken. En je hebt kinderen en zo. Maar als je vrouw dan overlijdt en je komt ermee weg, dan kun je gewoon de droevige weduwnaar uithangen. Kun je nood daar weer een nieuw wijf zoeken. Ja. Iedereen vindt je tof peer als je weggaat, dan ben je die loerzo die weggaat. De andere kant is, de andere oplossing die mensen kiezen is zelfmoord. En dat is ook niet aan te raden. Dat is ook zielig. Mensen, als u met zelfmoordgevoelens loopt, zoek dan hulp, hè? Ja, kunt u beter uw wijf doodmaken. zoek dan hulp om uw wijf dood te maken. Ja, dat, zeg maar, je relatie kun je ook op een andere manier oplossen. That's all I'm saying. Schiphol. Ja. Schiphol, vanochtend groot artikel in Telegraaf. Vanochtend? Ja, vanochtend. Oh, sorry, ik sloeg over. Een paar gisteren, eergisteren ook. Ja. Eergisteren interessant, de directeur van TUI, die zegt van, ja... Tui. Ja, moet je dat... Ik weet het niet. Ik zeg altijd TUI. Tui? TUI. TUI. Die zegt gewoon van, ik zal hem gewoon even citeren, ik ben geen complotdekker. Denker, maar ik kan het niet anders verklaren. Alles wijst erop dat krimpagenda leidend is, want de problemen zijn gewoon op te lossen. Nou, als dat soort mensen dat in de Telegraaf gaan zetten, dan is dat natuurlijk gewoon het belang. Dus de nieuwe baas van Schiphol zegt dat dit allemaal expres is? Nee, het is niet de nieuwe baas van Schiphol, dat is de directeur van TUI. Oh, dat is van Tui. Ja. Oh, maar dat is... Dat is interessant, hè? Dat is interessant, ja. Ja. Waarom is dat? Dit is bij mij helemaal geen Schiphol-nieuws doorgegaan. Ik vind het ook helemaal niet. Nou, vandaag is ook KLM en zo die ook van leer trekken. Want Schiphol heeft bekendgemaakt dat de hele winter gaan er nog vluchten gecanceld worden. Ja. Dus ik hoop wel dat Kuwait Airways gewoon door kan gaan met naar Bangkok vliegen. Oh ja, want jij gaat weer eens weg, hè? Ja. Vuile rust. Ja, ik ga niet kerst weer thuis zitten. Hoezo? Dat was zo gezellig vorig jaar. Ja, ik hou er niet van. Anyway. Anyway. Dus die agenda die lijkt dat... Ik geloof het eigenlijk gewoon wat hier staat. Wat hij zegt, je kunt gewoon... Maar dan je kunt geld uittrekken en je kunt problemen oplossen. En als je zegt van nou, we doen gewoon veel minder slots... Dan zeg je dus van, we creëren nu dat we minder geld hebben om de problemen mee op te lossen. Dus we kunnen de problemen niet oplossen. Het is gewoon een keuze. Je moet zorgen dat, gewoon met al die dingen, je hebt gewoon die hele infrastructuur. Het onderhoud gaat door, dat blijft hetzelfde kosten. En het schoonmaken gaat door, dat blijft hetzelfde kosten. Als jouw oplossing is om minder vluchten te doen, dan betekent het dat je... Dan wil je gewoon minder vluchten. Dat kan de enige reden zijn om minder vluchten te doen. Dus want het is de domste strategie die je kunt doen. Je moet gewoon zoveel mogelijk capaciteit halen. Dan verdien je zoveel mogelijk geld. En alle vaste lasten kun je het makkelijkst daarvan betalen. En dan hou je het meeste winst over. Maar zodra je zegt van we gaan vluchten inkrimpen, komt er dus minder geld binnen. Waardoor je minder winst overhoudt. En waardoor dus relatief de vaste lasten het duurst zijn. Dus Benschop is voor niets gesneuveld. Dat was de directeur. Ja, Dick Benschop. Ja. Ik weet niet of hij voor niks is gesneuveld. Misschien had niet iedereen het door moeten hebben. Dat, ja. Of zo. Of is zo'n proces, als je zoiets tegen heugenmeug wilt doordrukken, is het handig om ze nu en dan iemand die er verantwoordelijk voor is te laten sneuvelen. Want dan kan de volgende gewoon weer verder gaan. Maar die heeft dan in het begin nog weer het voordeel van de twijfel. Ja. Tijdje. Ja. Kijk, Dick Benschop, hoe lang kwam hij ermee weg? Toch bijna een jaar.
Korter, want het begon dit voorjaar. Een half jaar, komt er een nieuwe en die heeft ook weer een half jaar de tijd. Ja. En het is ook niet alleen dit, het is ook gewoon die energietoestand. Met zo'n Rob Jetten, dat je gewoon je voelt aan alles. Het mag maar één kant op, de trein mag maar één kant op. Kijk, Rutte heeft geen ideeën, maar dat is D66 heeft wel ideeën. Dat is nog veel gevaarlijker. Kijk, ja. En die zijn daardoor leidend. Dat Rutte deed en zegt, dat is een leuk idee. Kijk, iedereen zegt, hij wordt wel geprezen, maar uiteindelijk is hij gewoon door de mand gevallen. Iedereen heeft hem wel door. Mm-hmm. Kijk, zo nu en dan zie je hem even op tv en dan denk je, oh, wat knap hoe hij zich er weer uitgeluld heeft. Maar even later denk je, maar de vorige keer niet. Ja. En de keer daarvoor, eigenlijk stond hij ook, formeel dan net. Maar een normale Nederlander, die kijkt ernaar en die denkt van, mannetje, ik weet wel door hoe het bij jou gaat. Ja, maar zo krijg je geen coalities weg door hebben. Want de hele oppositie heeft het door. Ja. Maar zolang het kabinet met één mond spreekt, af en toe kijk je met een beetje slijm in je mondhoek naar Zegers. Zou die de stekker er dan nu uittrekken? Nee hoor. Nee, als je een bloem kan doorslikken, dan waar is dan het einde? Ja, precies. Weet je, Hugo de Jonge, die had nog nieuws van de week en zo. Hè? Dat heb ik helemaal gemist. Leuk. Ja, die zei van, nou dat huizen bouwen, dat gaat niet zo snel. We moeten misschien zorgen dat er minder immigratie is. Oh, inzicht. Ja, maar en toen natuurlijk, net als toen met dat interview van Wopke Hoekstra, die ook allemaal dingen zei over immigratie, wat natuurlijk helemaal niet mag van D66. Ook nu vroeg de Kamer, wat er dan in de Kamer is, en hoe zit het dan? En dan zegt zo'n Hugo de Jonge, die fluim ook gewoon, het is gewoon kabinetsbeleid. Maar dat, en daar heeft het natuurlijk gelijk in. Het is ook kabinetsbeleid, net als dat kabinetsbeleid is om gewoon om twee kerncentrales te bouwen en zo. Ja. Maar alles wat in het verkiezingsprogramma staat, waarvan je weet dat D66 het niet wil, gaat gewoon niet gebeuren. Ja. Dus die grenzen blijven open. De energietransitie gaat gewoon door. En wat was het vandaag? September. De inflatie is in september 17,1%. Ja, dat is Weimar Republiek. Ja, en ik las ook ergens dat het naar 25 kan groeien makkelijk. Ja. En dat is gewoon een probleem. Het is een probleem. Maar niet voor D66'ers. Nee. Nee. Nee, maar wel. Net als dat minder vluchten ook geen probleem is voor D66'ers. Kijk, straks dan alleen oligarchen die kunnen nog vliegen en mensen die in een diplomatenklasje hebben gezeten. Nee. En voor de rest niemand. En dat is voor D66 geen probleem. Maar voor verder iedereen wel. Ja, en hoge energieprijzen is voor D66 ook geen probleem. Nee, zeker niet. Nee joh, dat vinden ze eigenlijk wel offer, leuk. Daar voelen ze zich helemaal goed bij. Oh, ik betaal nu zoveel en ik heb nog maar zo weinig uitstoot en mijn voetafdruk. Oh, kijk daar, domme Tokkie in zijn Opel Astra. Oh, die is de planeet aan het kapot maken. Ja, maar mijn zwager, dat wereldbeeld hebben die mensen. Mijn zwager die heeft dus, die dacht goed bezig te zijn, want die had een goede elektrische auto gekocht, want die wou meedoen aan de dinges. Zonnepaneeltje, alles goed en zo. En die is nu gewoon gefukt omdat hij zijn auto niet meer kan opladen, omdat hij dan door dat plafond gaat. Welk plafond? Het energieplafond. Dus Wat is een energieplafond? Het energieplafond, dat heeft het kabinet ingesteld, dat moet nog ingevoerd worden, dat onder een bepaald gebruik betaal jij een kunstmatig laag gehouden prijs. Okay. En daarboven betaal je de marktprijs. Oh. Dus en die grens ligt op, een gezin met twee kinderen gebruikt meer, laat ik het zo zeggen. Dus, ja. Dus je bent al heel snel door je plafondgrens heen. En als je elektrische auto moet opladen. Dus hij denkt precies, maar dat is wel elektrisch en gas natuurlijk. Maar inderdaad, tanken zit er niet bij. Nee. Dus wat dat betreft is een benzineauto nu weer een stuk gunstiger. Ja. Maar ja, hoe gaat D66 dat weer recht praten?
Ja, dat is een goede vraag. Dat is een goede vraag. Maar ja, ze hebben zo'n achterban, die kan het allemaal wel betalen, joh. Ja. Dus en zo, het maakt niet uit hoe groot ze worden. Ze krijgen toch voor het zeggen. Dat is gewoon, ja, dat is vanaf nu zo. We zitten in een soort... Maar ze waren bijna dood, hè? 3 zeteltjes. Waarom hebben ze toen niet de stekker eruit geprutst? Nou ja, wat het was, natuurlijk. D66 had nog maar 3 zeteltjes in de tijd dat het gewoon een leuke partij was. Ja. Met leuke mensen erbij. Nou, losse, die kwam precies. Toen. Ja, die kwam en toen, kreeg je Pechtold. En daarna toen is het die enge statiepartij geworden die het nu is natuurlijk. Wie was er voor Pechtold, lijsttrekker en fractievoorzitter? Volgens mij de laatste was Boris van der Ham. Oh, ja. Nee, niet Boris van der Ham. Nee, ik bedoel die gast die later ambassadeur in New York werd. Boris Dietrich. Oh, ja. Ze heette allemaal Boris daar. Ja. En je had nog even losse blouse van de Laan of zo. Loes Wiese. Ja. Loes Wiese. Vieze Loes. Ja. En nu hebben we Boris Kaag. Ja. Dat klinkt meteen wel heel Russisch. Ja. Oh, Kaag. Nou, kijk, gaan we er... ik had ook nog wat oud nieuws eigenlijk. Dat viel me wel op, maar... Hier in Amsterdam, we hebben die Noord-Zuidlijn en zo, hè? Dat rijdt nu allemaal. Maar heb jij sindsdien het idee dat het station af is geweest? Nadat de Noord-Zuid... Het station was altijd een grote puinhoop. Ja. Het is nog net niet helemaal af, hè? Het is nog een beetje... Nee, wat gingen ze ook weer doen? En nu gaan ze het, geloof ik... zo verbouwen dat het 10 jaar chaos is. Het is dus nooit klaar geweest. Ja, maar zolang dat ik in Amsterdam woon... is het voor mijn gevoel in ieder geval een derde of zo is opgebroken qua wegen. Ja, ja. Maar het wordt steeds erger. En het komt ook natuurlijk omdat er steeds meer... gewoon alles moet gewoon steeds groter worden. Want en vooral elektriciteit en data. Ja. Dus ja, en dat legt ze natuurlijk niet tegelijkertijd aan. Dus de weg gaat nu open voor snel internet... en over een jaar natuurlijk voor meer stroom... Ja. En daarna moet het internet nog weer sneller. Dan gaat hij weer open. En zo gaat het natuurlijk een beetje door. Het is wel, En het grappige is ook altijd dat als er een economische crisis is... dan wordt er extra verbouwd om een beetje anticyclische politiek te voeren. Dus dan is zoiets... Is dat een term? Ja. Wat bedoel je ermee? Nou, dat betekent dat het is de theorie dat als er, zeg maar... Als er een economische crisis is, dan wordt er minder geld uitgegeven. Dus als de overheid dan wel geld uitgegeven, het is Keynes volgens mij, dan stimuleert het daarmee de overheid. En het geld wat de overheid uitgeeft, komt ook weer terug bij de overheid. Want ze geven dat geld uit, dan hebben mensen weer een baan en die hebben dan een inkomen. Die kopen weer dingen en dan heb je weer BTW komt binnen. Ze krijgen weer loonbelasting en zo. Dus dat is de theorie. En er zit op zich wel wat in natuurlijk, want als je... De mensen toch een uitkering. Als je de bouwvakkers die normaal de wegen openbreken, anders toch een uitkering moet geven, kun je ze net zo goed ietsje meer betalen dat ze er wat voor doen. Maar het is volgens mij wel echt zoeken naar plekken die je dan open kan breken, behalve de kades. En de... Die breken zichzelf open. Ja, precies. Ja, dus doen we het station maar weer. Ja. Ja, fantastisch. En de pont is in een vrije val geraakt. De pont achter Centraal. Nee, ja. En dat is door de eerste nieuwe wet die de Liz Truss in werking had gezet. Oh. En dat heb ik helemaal gelezen en dat ben ik nu weer vergeten. Maar dat had iets te maken met de rijken belasten en... Nee, juist niet, toch? Of juist niet. Nee, ja. Ik had de indruk dat ze... Dat is een leuk verhaal, maar iedereen was wel een beetje... Ik had wel een soort, met die Brexit gaat het wel goed. Ja. En nu... Ja, op zich, volgens mij voor de Britten zelf hoeft... Ja, kijk, een laag pond is alleen maar erg als ze buitenlandse producten willen kopen. Ja. Kan best goed zijn voor... Ik weet niet wat er nog geproduceerd wordt. Ik denk niet zo gek veel. Maar... Lelijke vrouwen? Nou, ik vind het wel meevallen eigenlijk. Ja, dat is een stereobeeld. Ja. Mooie mannen heb je ook niet echt daar. Als ik zie wat ik hier in Amsterdam zie rondlopen. Nee, ik heb ook niet het idee dat de bloem der natie hier naartoe komt. Om dronken en stoned over straat te scharrelen. Nee, er zijn best mooie, veel mooie Britse meisjes. Maar ze zijn vaak wel zo ontzettend net ordinair. En dan heb je het over die Georgie of die...
van die... Ja, gewoon allemaal, eigenlijk wel. Ook mijn nicht, die daar woont. Ja, ik denk het wel. Ja? Ja. Oké. Okay. Ik ken haar niet, maar... Nee, ik zal wel eens foto's laten zien. Ja. Ja, is leuk hoor. Nou, anyway, de pont dus... Ik heb nog een belangrijk nieuwtje. Ja, een belangrijk zelfs. Ja, eigenlijk twee dingen. Ja. Die kan ik koppelen. Ja. De advocaat van de boer van Tachi. Ja. Die zegt van ja, de boer van Tachi. Want de boer van Tachi is zelf, was volgens mij advocaat van Tachi ook. Ja, 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 dat is ook, ja. Verkeerd herinneren. Ik lees dat soort dingen altijd 's ochtends als echt net mijn wekker is gegaan. Ja. Maar die smokkelde wel shit informatie voor Tachi de cel uit. Zodat hij een beetje leiding kon blijven geven aan zijn imperium. Ja. Maar die zei dus dat Wesky dat dus ook deed. Ja, dat heb ik ook gelezen. Als dat waar is. Maar dan hoorde ik, je hebt nog één Moscovici over die in de advocatuur zit. Die is Robert. Nee. Ja? Nee? Oh. Leslie? Nou, maar die zag ik bij een of ander obscuur praatprogramma, dat 19:30 of zo, of in ieder geval. Maar die zag ik zeggen dat er zelfs tussen zijn eigen advocaat, er is geen fysiek contact mogelijk. Dus USB-sticks en dat soort dingen, dus het moet dan echt alleen maar gesproken woord zijn. Ja. Yeah. Maar dat kan natuurlijk heel goed. Ja, dat kan heel goed. Ja. Ines Wesky lijkt me iemand, als je er wat tegen zegt, die kan dat best onthouden. Ja, dat stopt ze wel ergens weg. Zeker, ze mag ook aantekeningen maken, neem ik aan. Ja, dat is een goede vraag. Tuurlijk mag dat. En mag ze een recordertje? Dat denk ik ook wel. Ja, als advocaat moet dat toch kunnen. Dus je kan geen USB-stick overhandigd krijgen, maar je kan hem wel produceren. Precies. Ja. Precies, dus... Oh, dat is wel heel listig ruis strooien van die Moscovici dan. Want dat zegt hij er dan natuurlijk niet bij. Van ja, je kan een aantekening maken en alles wat hij zegt, dat kan je opschrijven. Ja. Maar nee, lijfelijk contact, dus er zitten onze bloem der natie denkt, maar dat kan wel helemaal niet. Ja. Nee, maar ook inderdaad, ik denk ook niet dat hij gewoon op zijn... Kijk, een USB-stick... Dan heb je ook weer een computer nodig. Ja, precies. En zo, dat hij dat op zijn cel heeft, lijkt me ook niet, toch? Ik weet niet wat allemaal kan. Oh, nee, maar Tagi is niet zo geloofd. Jawel. Weer. Nee, maar dat komt door die Bouyeri. Nee, dat komt natuurlijk gewoon door hemzelf. Oh, ja. Je hoeft niet met Bouyeri op te trekken. Maar ik kan me dat op zich wel voorstellen als je een tijdje alleen in je cel zit en je bent religieus toch wel opgevoed, dat je op een gegeven moment een beetje gaat contempleren over waar je nou terecht bent gekomen met je leven. Nee. Dus dat lijkt me niet heel raar. Nee. Maar als Wesky dat doet, dat echt gedaan heeft, weet je, dan is het OM gewoon reddeloos verloren. Zo'n Tachi heeft gewoon dan al met twee vingers in zijn neus gewoon keihard gewonnen. Als hij zo'n advocaat voor zich kan laten lopen. Onder druk, hè, is er ook wel gezegd. Ja, ja, zeker, onder druk. Maar zij ontkent het, dat zou ik ook doen. Als je onder druk staat van Tachi, zou ik alles ontkennen. Ja, maar ook als... Kijk, het is ook zo, op een gegeven moment strijd heb gedaan, dan ben je medeplichtig. Dus dan moet je ook wel ontkennen. Ja. Ja. Nee, ja. Ze kan de praktijk als opdoeken als ze dit toegeeft. Ja, maar als ze het niet toegeeft en het komt uit, kan ze ook opdoeken. Ja. En als eigenlijk kan ze sowieso wel opdoeken, denk ik. Nou, als het niet bewezen wordt, dan is het niet gebeurd. Ja, dat is... Nou, in Amsterdam, daar is Kabamba uit B1 gestapt. Ja. Want B1 is gewoon een hele racistische partij, zo hebben we mogen leren. Ja, want de ene kleur gunt het licht niet in de ogen van de andere kleur. Ja. En gender. Maar het grappige is dat die Kabamba, die is wel, dat is gewoon een leuke vrouw. Ja, wat is haar voornaam? Of niet dat relevant is, maar ik heb niet zoveel informatie. Carla. Carla Kabamba. Mooie klassieke naam. En je naam. Kunt haar achternaam kun je zingen op het liedje, op La Bamba. Dat is ook fijn. Ja. Maar zij is, dat je eigenlijk gewoon vanaf het begin al, dan merk je meteen, zij is in principe gewoon redelijk, gewoon iemand die, er gaan gedachten om in dat hoofd die op zoek zijn naar, of... wat ze hoort, of dat klopt of niet, zeg maar. Maar niet zo van, oh, klopt dat met mijn wereldbeeld? Maar gewoon zo van, ja. Oh ja,
Waar ergens ligt de waarheid? Is dat wat ik dacht? Of is dat, nou ja, ja. Dat merk je. En dat andere meisje, daarvan, die is echt, die zit zo. Als die met tegengestelde informatie geconfronteerd wordt van hoe die niet bij haar wereldbeeld past, dan zie je gewoon eventjes een tijdje en dan even later dan gewoon echt letterlijk komt ze met van met een reactie van waarop het dan toch nog een beetje kan kloppen. Dat ging bijvoorbeeld over criminele veilige landers. Ja. En dan eerst zo van, nee, dat zijn geen veilige landers en ieder land is wel veilig en ik wil dat woord niet. En ja, en dat klopt niet, wat zei de burgemeester, nee, maar het is wel echt een groot probleem. En toen, en dan was ze even stil, en toen kwam er, ja, maar als je zo lang op een asielprocedure daarin zit en moet wachten, ja, dan snap ik ook wel dat je crimineel wordt. Het is zo van, het kan nooit aan die mensen zelf liggen. Het ligt altijd aan ons. En dan niet aan haar, want zij is natuurlijk Afghaans. Ja. Van geboorte. Het is zo grappig. Of grappig, het is heel treurig. Maar Kabamba is gewoon leuk, dus dat is, ik hoop. Maar dat, die partij, heeft die nog levenslicht? Want Sylvana, ja. Simons lijkt het redelijke baken binnen die partij. Nee, is het niet. Is het niet, maar dat is in ieder geval het boegbeeld. Die heeft het wel voor elkaar gekregen dat die partij eerst in Amsterdam een zetel kreeg, daardoor landelijk. Maar, ja, maar zonder zij, haar in zij Amsterdam. Ze heeft ook wel een bestuur boven zich, volgens mij, hoor. En dat doet wel wat. Ja, dat nee, doet wel wat met je, ja. Nee, maar kijk, zo'n partij trekt natuurlijk gewoon allemaal van die narcisten aan. Ja. Echt, maar elke nieuwe partij lijkt wel altijd wel narcisten aan te trekken. Dat zag je met, ja, Pim Fortuyn. En eigenlijk iedere moderne, tegenwoordig trekt bijna alles waar je een beetje in de spotlights komt, trekt natuurlijk narcisten aan. Dat is zo simpel als wat. Hoe gaat Ja 21 daarmee om? Gewoon narcisten zoeken van waar je wat aan hebt. Van kaliber. Ja, precies. Ja. Nou ja, nee, maar dat is op zich best een dingetje. Je kunt van Annabel veel zeggen, maar niet dat het een narcist is. En dat geldt ook voor Joost. Joost is op een bepaalde manier gewoon een hele doorsnee Finex-wijk-bewoner, zeg maar. Een narcist is het niet. Nee. Verre van. Ik ga niet monteren, hoor, in deze uitzending. Nee, dat hoeft ook helemaal niet, toch? Okay. Ja, dat weet ik niet. Soms. Finex-wijk is geen scheldwoord. Nou, ja, sommige dus mensen wonen daar heel gelukkig. Nou, mensen als Joost wonen daar gewoon heel gelukkig. Ja. Ik weet niet waar die woont. Peter Balkende ook? Geen idee. Oh, Jan-Peter Balkende. Ja, er is nog een dingetje met Rijksman ook. Ja, dat heb ik ook als laatste. Maar dat is weer zo complex en ik heb het idee dat. Nou ja, er is iets opgevraagd door de Kamer en gewoon echt wat je dan wil weten, dat is gewoon weggelaten door de minister. En wat was dat wat er was geweten? Nou, gewoon exact verslag van de gesprekken die hebben plaatsgevonden. Ja. En de burger. Ja, het is zo'n laffe D66 manier van omgaan met zulke dingen. Het is gewoon zeggen van, ja, het verdient geen schoonheidsprijs, maar ik geloof wel dat de intenties goed waren. Dus, nou ja, nee, maar hoe heet het? Dijkgraaf, de huidige minister van media, die heeft wel gezegd dat het. Ja, die was eigenlijk voor een minister best hard en duidelijk. Die nee. Jawel. Daar geloof ik niks van. Jawel. Nou, ik heb gisteren die. Ik denk echt dat het de beerput gewoon veel erger is dan. En dat hij. Nee, maar heb je de podcast van Tom van Dijk gehoord gisteren? Nee. Die ging daarover. En dus dat is een beetje mijn bron. Hebben we telefoon? Ja. Is dat belangrijk? Het is hartstikke vroeg nog. Het zou belangrijk kunnen zijn. Ik neem het even op. Oké. Okay. Met Maarten, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hey, hartstikke fijn. Hoi. Ja. Maar waarom gaat het niet gelukken? Oké. Nee, is geen enkel probleem. Het heeft geen haast. Okay. Zou maandag kunnen? Ik heb zo met hem afgesproken dat hij eventjes van kort zwaar. Maandag wanneer hij langs. Helemaal goed. Super. Hey, dankjewel joh. Helemaal geen probleem. Okay. Ja hoor, geen enkel probleem. Fijn weekend. Hoi, hoi. Oh, fijn, de loodgieter komt vanmiddag niet. En daarom, maar we zitten hier om 7:30 zaten we in de studio omdat die loodgieter kwam. Nee, dat is pas vanmiddag. Oh.
Maar nou heb ik net gezegd dat ik niet ging monteren in deze uitzending. Dus er zitten de mensen gewoon met dit gesprek. Ja, nou in. Ja. Ja, sorry mensen. Ik heb nog eens even kijken. Ja, dat nee, maar, ja, nee, maar ja. Dus ik heb die podcast van Tom van Dijk. Die, ja, ja. Die dit allemaal. En die vond het zeg maar best wel. Klare taal van meneer Dijkgraaf, de minister Dijkgraaf. Yeah. In ieder geval klaarder dan die had verwacht. Yeah. Maar de hele Kamer, want Bosma wou debat daarover van voor de zomer hervatten. Want dat werd toen gekaapt van ja, we moeten op die stukken wachten. Yeah. En nu zeggen ze ja, maar we wachten nu ook nog op het stuk van de commissariaat van de media. Ja, het tweede onderzoek. Ja. Tweede onderzoek. Klopt. Nee, ja, maar kijk, het is natuurlijk. Kijk, die D66-spinmannetjes, die zijn natuurlijk wel slim. Dus kijk, Dijkgraaf die nu gaat zeggen, oh, er is niks aan de hand, daar kom je niet mee weg. Maar je kunt wel heel subtiel zeggen, ja, dat is echt. Ja, het is echt niet goed gegaan en het moet in de toekomst beter en dit kan echt zo niet. Nee, die stukken krijg je niet. Dat kun je wel doen. Ja. En dan kom je er redelijk mee weg. En dat is natuurlijk gewoon wat hier gebeurt. Nee, maar hoe heet het? Die vriendin van Rijksman, die zegt, je krijgt die stukken niet. Want ik moet de bron beschermen. Ja, precies. Maar die bron die hoeft niet beschermd te worden. Want het eerste wat die procureur-generaal, vriendin, baas van Rijksman deed toen de klokkenluider met haar ging praten, is aan een commissie of de naam van die klokkenluider geven. Dus zeg maar voor interne onderzoeken hoeft die klokkenluider. Dat is bekend, zeg maar. Nee, precies. En je hebt gewoon zwarte stiften. Die kun je gewoon kopen bij de HEMA zelfs. Ja. Dus die naam kun je gewoon weghalen. En eventueel nog een paar andere dingetjes. Verder. Nee, het is gewoon gelul. Maar ja, het was ook sowieso zoals er alleen ingegaan, hè? Haar hoge ambtenaar die had gezegd van. Want oké, die aanvraag van die klokkenluider kwam binnen. Dat gesprek zou plaatsvinden met die PG, DG, whatever. Ja. En zijn ambtenaar, ja, er moet wel een notulist mee, want zulke gesprekken moeten wel genoteerd worden. En dat wilde ze niet. Nee. Dus zij is er alleen heen gegaan en nu mogen we ook haar eigen aantekeningen niet zien. Nee. En dan zie je natuurlijk, zo'n schetsblok en dan staan allemaal zo van Schula, hartje, ja. Zo getekend. En, klokkenluider, kruisje. Ja. Swastika. Swastikaatje, ja. Dus, maar heeft dit nog gevolgen voor het functioneren van Rijksman in de Amsterdamse Raad? Nee. Nee, dat is jammer. Nog niet. Nog niet. Nee. Kan dat doorgaan etteren voor haar? Behalve dat haar naam alleen maar goorder wordt? Ja, nou ja, ze functioneert wel wat beter. Ze krijgt wat meer onder de knieën hoe je via de voorzitter spreekt. Ja. Ze weet nog steeds eigenlijk geen antwoorden op vragen. Dus eigenlijk haar functie daar is zitten en brieven beloven van haar ambtenaren. Als iemand een vraag stelt, dan nee, daar kom ik op terug. En dan krijg je dus een brief van de ambtenaar. Ze hoeft er eigenlijk helemaal niet te zitten. Je zou gewoon eigenlijk haar onderdeel gewoon schriftelijk af kunnen. Een soort iPad met heel veel praat tijd. In de mond. Ja, en ze praat niet snel, dus het kost gewoon heel veel tijd. Ja. Waarom is dat? Ja, maar dat is ook iets, hè, van mensen die heel langzaam praten, die hebben vaak wat te verbergen. Zei mijn oma altijd. Ja, die moeten het nadenken. Ja, of het wel waar is wat ze zeggen. Precies. Ja. Ja, nou, je oma die had het wel goed door. Ja. Hey, ik had nog een laatste dingetje. Dat ik eigenlijk, de Rijksman is de zorg gaan, met Tachi willen bespreken. Want er is dus een Belgische minister. Dat was. Een aanslag is op hem voorkomen. En het is wel mooi, dat worden dan in België Nederlandse toestanden genoemd. Ja, maar die aanslag, of die ontvoering is beraamd vanuit en door Nederlanders. Ja. En waar was hij minister van, die Belg? Ja, justitie toch? Weet ik niet. Ja, minister van justitie. Maar dus alleen al dat het in België dus Nederlandse toestanden worden genoemd. Ja. Kijk, wij kijken naar de wereld en we vinden Nederland vrij normaal. Ja. Maar dat is vaak niet hoe de rest van de wereld ontziet. Ja, maar ik vind België ook weer niet de rest van de wereld. Als die dingen Nederlandse toe. Ik zou me meer zorgen maken als ze vanuit Brazilië zeggen. Oh, in Argentinië hebben ze echt Nederlandse toestanden nu. Ja, denk ik ook, want dan zijn ze in Argentinië veel te veel bezig met Nederland. Ja, maar die hebben natuurlijk ook een koningin hier. Dus die, ja. Oh ja, dat is natuurlijk wel zo. Verkeerd voorbeeld. Ja. Nee, maar. Oké, nou, dan hebben we het daar verder niet over. Dan ben ik klaar. Ja. Ik ben ook klaar. Mooi.
Hartstikke mooi. Dan wil ik toch nog een keertje tegen mensen zeggen dat ze zich ook kunnen abonneren op ons eigen kanaal. Want dat vind ik altijd super. Ja, dat is leuk. We hebben bijna 1000 volgers daar. Er moeten nog maar 50 mensen. Nog, ja. Dus als jij nog niet geabonneerd bent op ons, je kunt het. Jij. Ja. Precies. En dan zijn we de volgende week weer. En dan gaan we gewoon verder. Ja, ik weet niet of ik dan zin heb. Nee, ik ook niet. Niet weer zo vroeg. Ja, is ook eigenlijk prima. Dat is perfect, het gaat altijd wel het best dan. Ja. Dag! Doei!